Ian verdient het om student van het jaar te worden en wel om de volgende reden. Hij is erg enthousiast, sociaal, communicatief sterk en creatief. Ik kan wel zeggen dat hij een echte collega van ons geworden is. Vanuit mezelf ben ik al best wel ondernemend. Ik doe ook een hoop naast mijn studie en heb ik eigenlijk altijd al gedaan, ook voordat ik aan de opleiding begon. Naast mijn studie ben ik algemeen bestuurslid bij de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, waar ik de belangen behartig van meer dan 500.000 mbo-studenten. Ik heb daar de portefeuilles leerlingzorg, dus veiligheid en leerlingzorg en ook passend onderwijs, internationalisering, leden en administratie en communicatie en PR. Daarvoor ben ik bij verschillende instanties, zoals de mbo-raad, maar ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ja. Bij Van der Valk richt ik me vooral op de social media die we hier eigenlijk de lucht in hebben gekregen. Dat doe ik niet alleen voor dit hotel, maar ook voor 7 anderen. Samen met mijn collega die hier ook zit. En daarnaast beheren we ook de website, de background daarvan, maar ook marketing, acties uitvoeren, campagnes, evenementen organiseren die hier plaatsvinden. Dat soort dingen. Het leuke aan de opleiding is dat hij heel erg creatief is. Ik heb heel veel ruimte, meer ruimte dan André Kuipers in zijn beste dagen. En daarnaast is het ook gewoon een prima opleiding, een hele leuke sfeer hangt er open. Ik kan iedereen aanspreken, docenten die altijd heel erg vriendelijk zijn, leuke klas. Ja. Hierna wil ik HBO gaan doen, commerciële economie als het kan aan het Avans in Den Bosch. Naast mijn stage die ik dus eigenlijk 40 uur in de week zou lopen, zit ik bij het job. Daarom ben ik ook wel eens wat weg hier. En het job besteed ik ongeveer 20 uur aan, soms wat minder. Het is ook net aan de planning die er is. De ene keer heb je een afspraak staan waar je door dus heel de dag weg moet. Zoals die minister, die had geen rekening met mijn agenda. Nee, het wordt gewoon ingepland en dan jongens, zouden jullie er dan willen zijn? En dan gaan we meestal als bestuur daarheen. En meestal gaan er ook beleidsmedewerkers mee die ons daarin assisteren. En sommige vergaderingen die we eigenlijk intern plannen, die doen we meestal zo laat mogelijk, zodat ik gewoon stage kan lopen en daarna richting Amsterdam kan gaan. Bij Van der Valk zijn ze heel flexibel. Mijn stagebegeleider doet daar nooit echt moeilijk over. Die vindt het ook goed dat ik dat doe. Het is natuurlijk opkomen voor medestudenten. En hij denkt dat het een hele leerzame ervaring voor mij is. En daarom geeft hij mij daar ook de ruimte en de tijd voor. Ja.